Het is misschien wat misplaatst, maar ik wil beginnen met een bekende uitspraak van de rechtse hardliner liberaal Milton Friedman. Alleen crisis leidt tot werkelijke verandering. Wanneer die crisis zich voordoet, hangen de acties die worden ondernomen af van de ideeën die voorhanden zijn. En ik denk dat de machtigen, de rijken in deze wereld op dit moment niet alleen maar met angst, maar ook op die manier naar de crisis kijken als een mogelijkheid om tot verandering te komen. En de draaiboeken liggen niet alleen maar klaar, maar ze worden uitgevoerd voor een keiharde aanval op gewone mensen. En ze gaan over lijken. Dat zien we op dit moment in Griekenland en dat zullen we in steeds meer en meer landen gaan zien. Maar ik denk dat ook wij op deze manier naar de crisis zouden moeten kijken als een mogelijkheid voor werkelijke verandering. En er is iets van een gevaar dat ons verbeeldingsvermogen, onze inzet, te veel achter de feiten aanloopt. Als je bedenkt, een jaar geleden, wie had zich voor kunnen stellen van wat er in de Arabische wereld is gebeurd? Niemand. Revoluties in het ene na het andere land. Wisconsin. Wie had zich voor kunnen stellen dat in het hart van het beest 100.000 mensen, ambtenaren en sympathisanten zouden vechten tegen een aanval op hun vakbonden, waar brandweerlieden hebben opgeroepen en gepleit voor een algemene staking in de VS. Niemand had zich dat kunnen bedenken. De uitbarsting van studentenprotest in Groot-Brittannië. Spanje in nota afgelopen zondag. Tientallen steden, massaal protest. Het punt is, dit was een jaar geleden, was het allemaal ondenkbaar. En toch gebeurt het. En wij moeten ons realiseren dat Nederland niet immuun zal zijn voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Wij moeten erkennen, alleen al het afgelopen jaar, is een hele serie van protesten geweest. Soms ging het maar over een paar honderd, soms ging het over tienduizenden mensen. De thuiszorg, het speciaal onderwijs, woedend trouwens, cultuur, de avocabo, de studentenprotesten. Dit alleen al in het afgelopen jaar. En als je kijkt de komende weken, wat er. Het is misschien niet allemaal even groot, maar alleen om aan te geven, er gebeurt van alles om ons heen. Er is een woede die naar boven komt. De lerarenstaking van morgen. Woensdag een armoede werkt niet. Manifestatie in Den Haag tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Zondag een protest in Utrecht, de cliëntenraad. Volgende week belastingambtenaren in Maastricht die gaan staken. De 31ste rond de Waaijong. 3 juni de brandweeracties. Ik kan zo nog wel eventjes doorgaan. Er gebeurt ook hier van alles, maar we moeten er meteen ook wel bij zien. Het heeft een heleboel van deze protesten, eenmalige manifestaties, een hoog fluitjes, toetjes, vlaggetjes en bobo's op een podium gehalte. En we moeten ons realiseren dat het kapitaal, de heersers, de rijken, rekenen op verzet. Ze hebben zich hiervoor klaargemaakt. Ze zijn de politie ervoor aan het klaarstomen. En ze kunnen een aantal manifestaties kunnen ze wel hebben. En daarom, wat er nodig is, dat de acties in Nederland harder moeten worden. Dit is iets dat we moeten bepleiten. Niet alleen maar manifestaties, maar om het OV te redden moeten er blokkades gaan komen. Uitgevoerd door reizigers. Niet alleen maar op een plein samenkomen, maar stakingen die pijn gaan doen. Dat is wat we nodig hebben om de bezuinigingen die op ons afkomen daadwerkelijk te kunnen stoppen. We moeten daarin ook pleiten dat de verschillende sectoren veel meer zich zouden moeten verenigen. Als we allemaal ons eigen ding op een andere dag gaan doen, staan we nog relatief zwak. Het moment dat in Nederland brandweerlieden met leraren, met mensen uit de thuiszorg, met studenten gezamenlijk actie gaan voeren, in plaats van dat ze tegen elkaar uit worden gespeeld van nou, niet op mij bezuinig, maar pak anderen maar. Het moment dat ze gezamenlijk voor hun rechten gaan vechten, dat is hetgene waar ze in Den Haag heel erg bang voor zullen zijn. En het zal niet genoeg zijn, want er is ook een politiek gevecht te voeren in dit alles. Ten eerste alleen dat verhaal dat alle bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Het kan nou eenmaal niet anders. We moeten de broekriem aanhalen. Als we daar niet systematisch de argumenten tegenover gaan zetten. Als je
3% meer vermogensbelasting op de 8% rijkste van Nederland. Levert 16 miljard per jaar op. Dus er is meer dan genoeg geld in Nederland. We moeten het gaan halen waar het zit. Maar ook de hetze die er op dit moment wordt gevoerd tegen moslims, de verdeel en heers, maar ook tegen de Grieken. Een soort van columns met Griekse strop moet om Griekse nek. Wat daar gebeurt is niet alleen maar dat er een zondebok wordt aangewezen van je moet daar boos op worden, je moet je woede gaan uiten op de Grieken. Maar ze zijn ons aan het klaarmaken voor de keiharde disciplinering die daar nu wordt uitgevoerd om het vervolgens ook hier te gaan doen. Want dat is nou eenmaal wat er nodig is. Dat moet gecounterd worden. En het is niet een klein dingetje wat alleen maar de achterban van Wilders mogelijk voor valt. De stakers in het openbaar vervoer, wat in zekere zin een van de best georganiseerde sectoren, op dit moment ook strijdbaar sectoren is. De manifestatie in Den Haag was het helaas zo dat vanaf het podium het verhaal was: HTM moet Haags blijven, niet aan de Duitsers. Ze hebben wel allerlei geld voor de Grieken. En als we daar niet zijn en daar niet gaan actie voeren, geen millimeter voor verdeel en heers. Geen millimeter voor islamofobie. Want als we daar gaan toegeven, dan zijn we er geweest en gaan we het niet redden en worden we tegen elkaar uitgespeeld. Dat is het gevecht dat we inhoudelijk politiek te voeren hebben als links. Goed, en dan om langzaam af te gaan ronden. Heel een weekend gehad met intensieve debatten. Soms ging er wat hard aan toe, de diepte ingegaan. Maar er komt op een gegeven moment ook wel de vraag van oké, en dus wat moeten we nu gaan doen? Wat zijn concrete momenten waar we naartoe moeten werken? Ik wil er in ieder geval hier nu, als het gaat om momenten, twee noemen. Ten eerste Prinsjesdag. Prinsjesdag gaat het moment worden dat er een veel grotere scala, een heel scala aan aanvallen bekend zal worden gemaakt, ook om de week daarvoor. Maar ze hebben zich tot nu toe ingehouden met de provinciale verkiezingen. Er komt nu een tijdsperk van ongeveer 2,5 jaar waar de hardste aanvallen gaan komen. En Prinsjesdag wordt het moment dat het gelanceerd gaat worden. Wij zouden nu al de discussie op moeten pakken en ervoor pleiten. Dat is een dag dat het allemaal samen moet komen. Iedereen wordt hierin geraakt. Er moet een moment komen dat de mensen die terugvechten, ik noemde het net al op brandweer, thuiszorg, leraren, de hele ambtenarij trouwens. Dat is een moment. Prinsjesdag, protestdag, we moeten ervoor gaan pleiten. Rekeningretour gaat ervoor, roept ervoor op. Binnen de advocaten wordt erover gesproken, maar niets is zeker en het moet gaan rondzingen. Dat moet een moment van grootschalig protest in Nederland gaan worden. De andere momenten zijn, waar ik denk dat die heel belangrijk zijn en dichterbij, zijn de stakingen in het OV. 7, 8 en 9 juni gaan achtereenvolgens het openbaar vervoer van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam eruit voor 24 uur. En dit is trouwens al na een langere serie van acties die zich aan het voorbereiden is. En kort iets zeggen over het belang van deze stakingen. Want ik denk niet dat het toevallig is dat er zo'n harde bezuiniging wordt uitgevoerd op specifiek het openbaar vervoer. Dus ik denk, en het gaat maar om 120 miljoen. Wat op de rijksbegroting, of dat je denkt van het is ongeveer 1/70ste van het JSF-project. Het gaat nergens over. De effecten daarvan gaan vernietigend worden. De verwachtingen zijn dat 40% van het openbaar vervoer in de drie grote steden die ik heb genoemd in de komende jaren eruit gaan. In Amsterdam betekent dat onder andere, ze zullen niet, de metro gooien ze niet uit, er zit grote investering in. Wordt verwacht 80% van de buslijnen in Amsterdam worden geschrapt. Dit is het plan, 40% van het personeel. Waarom doen ze dit? Dit doen ze omdat het openbaar vervoer en in het bijzonder de GVB een van de sterkst georganiseerde arbeiderssectoren is met een traditie van strijd en het is in het bijzonder een linkse hobby. Dit is sociaal voor iedereen, openbaar vervoer, toegankelijk. Ze willen het kapot maken. En het is een punt van de aanval en daar is ook waar de strijd opkomt. En het GVB moet gesteund worden in haar strijd. Als ze hen hard kunnen pakken,
dan gaat het makkelijker worden om andere sectoren te pakken. Dus wij moeten solidair zijn met de GVB-staking op 7 juni. En dat is niet, dat hebben we in de afgelopen weken en maanden al gedaan. Er is een steuncomité samen met SP'ers, de IS, andere sympathisanten is dat opgericht. We hebben geflyerd, is heel goed op gereageerd, maar het is niet genoeg. 7 juni, 24 uur staking. De stakers zullen samenkomen. Ik denk dat sympathisanten naar hen toe moeten demonstreren. We moeten een brandweerman of vrouw erbij gaan halen. Een leraar of lerares. Studenten gezamenlijk naar de stakers toe gaan en zeggen, jullie strijd, onze strijd. Wij staan hier samen voor. We zullen niet ons openbaar vervoer laten slopen. We staan achter jullie en we zullen achter jullie blijven staan op het moment dat deze strijd harder wordt gevoerd. Dit is niet, gaat niet vanzelf. 7 juni, bouw deze demonstratie in Amsterdam. Den Haag is er helaas nog niets. In Rotterdam is er een steuncomité opgericht. Dit zijn concrete punten in de komende weken die we zullen moeten gaan opbouwen. Dat als de momenten. Dan de vraag, wat kunnen we hier ieder ook als individu doen, al in de komende tijd? En ik denk ten eerste dat eigenlijk alle argumenten die we hier gedurende het weekend hebben gehoord, de inspiratie uit Egypte, de voorbeelden van de protesten van Spanje, die trouwens gewoon hier naar Amsterdam halen en ons laten zien hoe we demonstreren, moeten we anderen over gaan vertellen. Het maakt uit of we die één of die twee collega's of medestudenten overtuigen om hier onderdeel van te gaan worden. Het werd al net eventjes genoemd. Morgen 5 scholen maar die gaan staken. Het is een beginnetje. Het is niet toevallig dat in 2 van die 5 scholen het IS'ers leraren zijn die hiervoor hebben gevochten al heel lang. Een reputatie hebben opgebouwd, stapje voor stapje en hebben gewerkt. Individuen maken verschil. Maar individuen staan een stuk sterker als ze georganiseerd zijn. Je kan een vakbondsbureaucratie niet in je eentje bestrijden. Dat is een druk die je opbouwt, dat doe je gezamenlijk met je collega's en met andere activisten. Een initiatief voor een landelijke actiedag op Prinsjesdag neem je niet in je eentje, maar neem je gezamenlijk. Een gevecht tegen het gif van racisme van Wilders doe je niet alleen, maar je doet het gezamenlijk. We hebben op meerdere fronten te voeren en de organisatiegraad van links en van verzet in Nederland moet omhoog. Dat vechten op meerdere fronten, dat is wat we als IS willen doen. Wij ambiëren om een vechtmachine op te bouwen die radicale kritiek combineert met een daadkrachtige praktijk. Dat is wat we doen. Dat is wat we proberen. We zullen ons de komende tijd volledig in deze uitdagingen storten. Maar ik zeg er wel bij, we zijn met te weinig en we voelen het. En we hebben een heleboel mensen om ons heen die het met een heleboel wat we doen eens zijn. En die soms ook naar protesten komen en die er dit weekend zijn geweest. En het gaat om honderden mensen. Maar voor wat er in de komende tijd op ons gaat afkomen en wat voor uitdagingen we hebben, ook om extreem rechts en die zeg maar, te stoppen. Zullen we met meer mensen dit gevecht moeten aangaan? En als laatste wil ik jullie dus uitnodigen. Steun ons, word donateur of liever, word ook actief. Het maakt verschil uit. We gaan in de komende tijd vechten voor de leuze. Nee, wij gaan de crisis niet betalen. Haal het geld waar het zit. Stop de hetsen tegen moslims. Hun strijd, onze strijd. Internationale solidariteit.